Dat is 0020. Mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar Split Splint, een nieuwe video. Jullie zitten op het kanaal PritV en ik heet Arthur van Leeuwen. Ik wist niet of jullie dat wisten, maar ik ga dus een soort van commentaar geven op een video. De Ultimate Internet Gekkies compilatie en dat wordt hartstikke leuk. En ik zeg Ultimate, maar ik ben echt gek geworden of zo. Het heet de Ultieme Internet Gekkies compilatie. Dus let's go, laten we kijken wat het is en laten we gewoon gaan genieten van de video, toch? Oké, ik ga me aanzetten. 3, 2, 1, go! Het begin is wel echt bizar gewoon. Zullen we doen dat ik niet mag lachen, zeg maar? Oké, ik ga proberen niet te lachen. Wat heb je? Ik ben helemaal niet beeldgenicus. Oh, what the fuck man, jongens. Dit is echt heel erg. Victor Brand. Victor Brand? Ja. Yeah. Zijn gewoon homo's. Ze kiezen echt die mensen uit, echt waar. Ze kiezen al die mensen uit gewoon op de tv of op alles, op mand bij het hond. Wie hou je daar verantwoordelijk voor? De partij van de armoed. Voor armoed, maar ik bedoelde partij van nog wat. Van nog wat. De partij van de... stemde elk jaar op. Hij stemt er elk jaar op, maar weet niet wat hij... Pa, die heeft me zo vaak gezegd. Nee, ik weet wel. Als ik zou stemmen op een partij, dan weet ik dat echt wel. Dus die man heeft denk ik een beetje te veel gebloot dus, of zo. Als jullie weten hoe vaak hij dus zegt, zet dat in de reacties. Ik wil graag weten hoeveel dus hij zegt, zeg maar. 030, hè? Beter als 020. Nee, beter. Ja, zeker weten. Nee, ik heb nog een poep. Om koekjes te rapsen. Wat zei u? Om koekjes te rapsen en kaas. Rapsen. Is het wesp of webs? Doe je normaal? Ik ben afgestudeerd in rechten. Raps. 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 Om iets fijn te maken. Ja, jawel. Ik vind het zo geniaal. Heel smerig. Oh, erg is dit. Ik geniet er wel van deze video's altijd. Nou, ik weet niet wat het is. Maar wat staat erop? Wat slaat dat toch? Rasp? Ja. Ja. Wat zei u dan? Dat zei raps. Ik toch raps. Wat vindt u mooi aan de shows? Alles. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Dat is de man, denk ik. Ik ben bekend van tv. Ja, wat ben je ook alweer? Van Soms Zuid en Ziekenhuis. Soms Ziekenhuis. Ja, ik ook. Is dat? Soms Zuid en Ziekenhuis, ken je dat niet? No. Het is zo dom, jongens, maar het is zo grappig. Maar geen speciaal. Oh, wat erg. Nee, vind je niet lekker. Vind je niet lekker, hoor. Alleen patat met mayonaise. Gewoon patat mayonaise. Mayonaise. Het laatste gedicht van mijn bundel dat hij heet zwangerschapsgymnastiek. Oh god, dan gaat hij... Ik heb deze al eerder gezien, hoor. Echt 10 keer. Zwangerschapsgymnastiek. Ik vind hem zo nice, deze. Op de maat van de muziek. Je zal er een kind van krijgen. Ja, dat was het. Dat was het. Wat heb je nog meer buiten dit in je leven? Niks. Ja, voor de rest helemaal niks. Zulke klootzak. Hoor je dat ook wel van die andere hotcafeesten, maar redden niet. Maar Thunderdome? Thunderdome heeft ook een Thunderdome. Leuk dat je mij even interviewt. Wat is een diadeem? Erg is dit. Wat is een diadeem? Staat in de stellage. Stellage. I'm from Albania. I'm doing internship about art. What do you think about this? Wie? My husband is antiquaire. You speak Nederlands? Ik woon dus ook sinds kort op mezelf. Ja, zo spreek ik ook Engels, hè? Ja, van 96 al. 96. 96. Dat is toch lastig, hè, dat hele huishouden? Ja. Ja. Meisjes met van die hele goeie. Meisjes met van die hele mooie. Ja, tegenwoordig heeft ze niks meer voor de vrouwen alleen. De man dan overal mee naartoe.
Oh, dit is geniaal. Ik geniet hier echt van, jongens. Ik weet niet wat het is, maar het is zo'n... Wat I like. Het zijn leuke video's gewoon. All this stuff. My husband is antiquaire. Is het antikraak? Antiek? Heeft u al gegeten? Antiek. En gedronken. Waar? Op het Middenplein. Op het Middenplein. Heeft u op? Een broodje met... Beleg. Beleg. Pedoat. Ik heet meneer Ad. Sorry, maar wat is dat nou waar we naar kijken? Pardon. Boom. En nou die andere vrouw. Dit is de penisprikkel. Heb ik er nooit van gehoord. De penisprikkel. Het zijn zulke domme mensen, sorry hoor. Nee, de gewone verstelling. Met een pookje. Met een sportief pookje. Oh, dat op die penis voor jou moet dan. Smaakt het? Oh, wat erg. Heerlijk. Ja. Wat eet u? Broodje saté. Komt op TV. Nou. Nee. Hij gaat bijna dood bij het blazen, jongens. Kunnen we straks een begrafenis regelen hier? Oh nee, ik vind het wel zielig, die man hoor. Heel gaaf. Ja? Ja. Waarom heb jij je oordopjes in? Ja. Hij is van Fijne Vrienden, jongens. Dit is homo-muziek. Hoezo? Hij is van Fijne Vrienden. Van Foute Vrienden. Nee, Fijne Vrienden. Mag ik eens luisteren? Justin Bieber. Ben je gek? Jij wilt toch een politiek bij? Zo. Jij wilt toch een politiek bij? Hij heeft geen zin erin, denk ik. Hij wil niet meer praten. Jouw gulp staat open. Jouw gulp staat open. Oh, dan ben je zo een belangrijk iemand. Zeg je, jouw gulp staat open. Houdt u beeld? Wat houdt dat beeld? Wat bedoelt u? Wat houdt u beeld? Wat beeld houdt u? Houdt ze niet, nee. Van steen. Ik werk met klei. Mevrouw. Mevrouw. Wat zoek u? Word ik gezocht? Nee toch? De mensen komen hier elkaar zo. Oh, hij kiest echt de mensen uit. Voor een zieke, hoofdpijn, kanker, astma. En pijzen op de wang. Leukemie. De mensen, geheugenverlies. En misschien met servetten stempelen. Servetten stempelen, ja? Nee, servetten stempelen. Oh, hij kiest echt die mensen uit die dan zo praten en dan gaat hij ook zo praten. Dat is echt geweldig. U bent een beetje de directeur. Ze zeggen ja, dat zeggen ze wel, ja. Ja, klopt. Nou, dat is zo nu zijn zo aan in Holland staat een huis. die Hollandse... Kabouterplop? Kabouterplop. En hoe heet dat? Schrijven? Kabouterplop, what the fuck? Ja. Hoe zie jij de handelsrelatie van Nederland en China? Nou komt het, jongens. Nou ja, ik vind eigenlijk dat iedereen rechten heeft en ook normen, waarden, plichten. Ik vind eigenlijk dat er gewoon in China ook is, dat heel veel armoede is daar. En ja, ik vind eigenlijk dan gewoon dat er redelijke rechten moeten worden ingezet. Ga je wel eens naar de Chinees? Wat zoekt u precies? Ik zoek stereo-apparatuur. Ga je nu wel eens naar de Chinees? Moet je spreken? Slagers. Ja. Nee, geen slagers. Beat. 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 Denk je toch, denk je toch. Oh, hier is het echt geweldig, jongens. Hoe ze dit doen, jongen, dit is echt geweldig. Dat vind ik leuk. Is deze nou precies van afmaat van u? Nee hoor, ik ben heel bescheiden. Oké, doei. Nou mensen, dit was dan de compilatie. Ik moet zeggen dat ik er altijd echt wel van geniet. Van zulke video's. Het is zo droog, jongens. Ik heb ook een video gezien. Compilatie 2016. Dat er een man Turkije gaat zoeken. En dat hij helemaal gek is. Dat hij even tegen de hemel gaat zeggen. Je moet gewoon de video's bekijken. Internet gekkies. Het is zo super leuk. Als je je verveelt, kan je altijd internet gekkies kijken. Er zijn zoveel delen. En als jullie meer commentaar van mij willen zien, kunnen jullie dat gewoon even... kunnen jullie dat zeggen? En door de likejes, door de duimpjes omhoog, kan ik ook zien dat jullie het leuk vinden. Mensen, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Doe gewoon een duimpje omhoog als jullie vinden dat, dat het gewoon leuk is, commentaar met internetgekkies. En ik geniet er altijd wel van. Ik weet niet of jullie ervan genieten.
En ja, doe even in de reactie plaatsen. Dat mag trouwens. Hoeveel die man dus zei. Dus. Weet je wel van dus. Hoe vaak die dat zei. En dan wil ik even weten hoe vaak dat is. Kijken in de reacties. Wie er allemaal gelijk heeft en wie niet. Ik ga natuurlijk even kijken of dat allemaal klopt. En ja, dan zie ik jullie weer morgen met een nieuwe video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laten we even lekker abonnees gaan. Zeg gewoon tegen al je vrienden dat ik besta. En doe gewoon een abonneetje. Want dat komt. Dat is leuk. Ik ga nog veel vettere content maken. Ik ben nog een beetje bezig. Kijken wat ik het leukste vind. En dan zie ik jullie weer morgen. Ik weet niet wat dit is. Maar dan zie ik jullie morgen.